Nintendo fans! Er is een nieuwe Pokémon Scarlet en Violet trailer gekomen. En die gaan wij even checken. Dus als je dat leuk vindt, knal de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Jullie zijn echt de bazen als we minimaal 1000 duimpjes omhoog kunnen krijgen. Oké, we gaan beginnen. Mooi Switch logootje altijd. Daar gaan we. Kijk, oké, tassie, kleertjes. We beginnen weer in een, zelfde woonkamer als een Sword and Shield. We lopen een paadje af en dan gaan we langs een, wat is dat? Is dit een benzinepomp? Betekent dit dat wij auto's gaan rijden of op scooters? En hebben wij daar gas of elektriciteit voor nodig en moeten we dat hier opladen? Hier links zie ik nog wat andere huisjes. En in de verte zien we een soort van kasteelachtig iets en hier ook nog twee torens. Oké, het zegt me nog niet veel op dit moment. We gaan door, wat is dit? Dit zijn ook torens waarvan ik op dit moment nog niet weet wat het is. De ene zal in Scarlet en de andere in Violet zitten. We gaan door. Wat zien we hier? De grote mooie open wereld en de titels Pokémon Scarlet, Pokémon Violet. Laat trouwens even weten voor welke jullie op dit moment zouden gaan. Pokémon Scarlet of Violet. Laat het weten in de reacties. Want zo te zien gaan we allerlei verschillen zien tussen de twee games. Dus wat we vaak aan de linkerkant van de streep zien is Pokémon Scarlet en aan de rechterkant van de streep is Pokémon Violet. Zoals deze twee mensen. De dame zit in Scarlet, de man zit in Violet. Zijn dit je rivalen? Nee, dit zijn de professors. Ze hebben allebei een aparte professor. Dat is interessant en dit is super cute. We zien hier de 3D versies van Spirigatito. Dat is de kat waarvan ik denk dat hij een psychic en een grass type wordt als we van de naam uitgaan. Of een ghost en een grass type. Spirit. Ghost and Grass, dat zou vet zijn. We hebben Quaxly, de watereend met de kuif. En Fuecoco. Ja, en dat is gewoon een super grappig dinosaurusje. Volgens mij is Fuecoco op dit moment de populairste van de drie. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind deze alle drie heel erg vet. En ik ben een kattenmens, dus misschien zou ik voor de kat gaan. Maar misschien gaan we ook wel gewoon evoluties zien. Oké, we gaan door. Oh, cute. Een Quaxly met zijn haartjes. Oh ja, dit vind ik super leuk. Wat een leuke starters. Wie is dit? Wie was dat? Dat was denk ik de mevrouw die ons helpt. Oh, nee, die... Wow. Nieuwe Pokémon. Het was gewoon een trainster blijkbaar. Hé, deze is wel cute hoor. Wat zou dit voor Pokémon zijn, joh? We gaan eens even kijken. Misschien krijgen we het wel te zien. Misschien zien we de naam straks van deze Pokémon. Hij is een electric type. Interessant. Ik ben benieuwd wat daarvan gaat worden. Cool. Die zag er leuk uit. Even lezen wat deze man zei. Als je je verbindt met vrienden, kan je altijd avonturen samen beleven met 4 mensen tegelijk. Ja, dan ben ik nou echt heel benieuwd of dat de raid battles dus zijn die we kennen uit Pokémon Sword and Shield. Of dat we meer met z'n allen kunnen doen. Want dat zou onwijs vet zijn. Als we delen van het verhaal gewoon met meerdere mensen kunnen doen. Dat zou insane zijn. En dat zou nieuw zijn. Dat zou heel cool zijn. Had ik al gezegd dat dat vet zou zijn? Oké, we gaan door. Hier zien we nog wat trainers. Ook met een Pikachu erbij. En weer dat gekke benzinestation op de achtergrond. We gaan allemaal onze eigen kant uit. Betekent dat we nu ook zelf mogen gaan bepalen waar we naartoe gaan? Wordt het open wereld? Kan iemand bijvoorbeeld als eerste de steentype gym krijgen en dat ik als eerste grass type gym krijg omdat ik een hele andere kant op kan gaan? Oh, ik word mega enthousiast van deze trailer. Hier zit zoveel potentie in. Laten we verder kijken. Hey, Fletchling. Ja, die schapen hebben we weer. Is dit een nieuwe? Dit is ook een nieuwe. Dit is een soort van Bidoo gemixt met een Cherubi of zo. Zal wel een bug of een grass type zijn. Of misschien een bug en grass type. Het zal wel ook een flying Pokémon kunnen worden. Een vlinder of iets. Want dit ziet er gewoon uit als een zaadje eigenlijk. Een zaadje met een bulb. Met een kleine plant. Met een olijf. Het lijkt net alsof hij een olijf op zijn hoofd heeft. Ik zou deze Pokémon opeten. Ja, sorry. Ik hou gewoon van groene olijven. Oké, en door. Let's go. Wat zien we nog meer? Oh ja, de Pokémon wordt gevangen. Gaat het lukken? Het zal vast wel lukken. Het zal 100% lukken. Het lukt zelfs al na 1 klikje. Lekker. Nou, hij gaat de andere kant op. Wat is dit? Deze Pokémon is zo vet. Hij heet LeChonk. Oh my gosh, jongens. Ik vond Wooloo vet, maar LeChonk? LeChonk is echt een baas. Wat een naam ook. Gewoon een lekker dikkety die hier zo lekker loopt te eten. Een nieuwe varken-Pokémon. Oh, deze wil ik in mijn team. Ik vind LeChonk nu al een baas. Kijk hem staan, jongen. Ja, Tackle. Dit zal een van de eerste Pokémon zijn die je gaat tegenkomen in je avontuur. Ik hou nu al van LeChonk. Wie gooi jij eruit? Oh ja, die hebben we uit de vorige generatie natuurlijk. We lopen in ijslandschappen en in grotten. Nou, hier ontmoeten we dus elkaar. Dan gaan we dingen samen doen. We gaan traden nu, denk ik. Ja, dit is een trade. Van een Larvitar met... Ik zag niet met welke andere Pokémon. We zien Venonats in het wild. Oh, ja!
Ik loop hier heel makkelijk aan voorbij. Maar we zien dus de wilde Pokémon ook echt weer op de map. Net als in Sword and Shield. Net als in Legend Arceus. Hier zien we de Marinies lekker op het strand. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Want dat draagt echt bij aan de sfeer. Echt het gevoel dat je in die wereld loopt. En dat je ze gewoon ten alle tijden kan zien. In plaats van dat ze random in je beeld komen. Ik vind het vet. Ik ben hier heel blij mee, jongens. We gaan verder kijken. Wat zien we hier? Krygonos in de sneeuw. Gengar. Yes. Oh ja, super vet. Talonflame. Gengar en Talonflame. Twee van mijn favoriete Pokémon zitten erbij. Ik moet even terugspoelen. Want wat gebeurt hier allemaal? Dit is een gym battle. Dit is gewoon buiten een veld. Met een molen. Molen. Nederland. Staan daar tulpen naast? Is dit Nederland? Is dit... Dat zou wel heel vet zijn. Maar waarschijnlijk niet. In ieder geval... Een veld waar je kan battelen. Ik zie hier ook een plant. Of dit zou ook zomaar een Sunflora kunnen zijn misschien. Wat is het volgende shot? Want dit ging heel snel. We zien hier twee vlaggen met sterren. Zou dit onderdeel kunnen zijn van de Fire-type gym? Hier zien we iets onder de grond. Ja, dat ging echt super snel. Een toren was dat? Ik ben wel echt super benieuwd, joh. Wat hier allemaal gaat gebeuren. Hebben we überhaupt gyms in deze game? Of hebben we weer iets anders? Net als in Alola bijvoorbeeld. Nou, dit zijn geen echte spelbeelden. Dus dit is een trailer. Een stukje gewoon gemaakt speciaal om ons op te hypen. Vet. Vet. We gaan een grot. Nee, we gaan geen grot in. We gaan de berg op. Zijn dit de legendaries? Dit zijn de legendaries, hè? Ja, man. Dit zijn sowieso de legendaries. Oh, ze zijn best wel cool. Ze zijn best wel cool. Oh, ik vind die rechter vet. Oké, pauze. Pauze. Wow, maar deze zijn best wel sick, man. De kleurenpalet van de linker doet me een beetje denken aan Zacian en Zamazenta. Oh, maar die is ook cool. Een of andere grote hagedis of zo. Maar die rechter lijkt ook wel op een hagedis. Maar die heeft iets met elektriciteit. Oh my gosh, welke is cooler, jongens? Ik neig voor de rechter. Ik denk dat ik nu neig naar Pokémon Violet op dit moment. Kijk, laat het beeld even doorlopen. Want ik vind ze wel onwijs vet. Oh, kijk hier. Hoppakee, close-ups. Jongen, maar die linker is ook sick, man. Maar die linker vind ik een beetje een soort van algemeen nog. Die rechter zie je gelijk dat een Electric-type is. En ik ben sowieso fan van Electric-type Pokémon. Ik bedoel... Rikachu, ja, hallo. Ja man, die rechter vind ik wel vet zeg. Heel cool. Heel vet. Ja man. De rechter is inderdaad van Violet, de linker is van Scarlet. Wel leuke box art ook. Cool. En de release datum is 18 november. Juli, augustus, september, oktober, november. Nog 5,5 maand. Oh, maar dat kunnen wij aan jongens. 5,5 maand voor nieuwe Pokémon games. Hoeveel hype heb ik? Ah! Ik word gek. Oh, ik word hier altijd heel blij van. Komt er nog meer achteraan of was dit de trailer? Eens even kijken. Dit was hem, hè? Oh, er komt nog iets. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Dit is een Pokéball. Een mooie Pokéball. Huh? Wat was dit? Wat was dit voor einde? Wat is dit? Dit is heel weird. Als jij weet wat dit is, laat het weten in de reacties. Natuurlijk moet ik even kijken op Serebii of zij al nieuwe informatie hebben. Bijvoorbeeld op de Pokémon pagina. Deze drie Pokémon kenden we al. Maar hier wist ik de naam nog niet van. Dit is blijkbaar Palmy. Het is een electric type, een muis Pokémon. Het is gewoon concurrentie voor Pikachu, hè? Besef even. En net als Pikachu haalt hij ook elektriciteit uit zijn wangen en uit zijn poten. Oké, cool. Ja, dan hebben we hier LeChonk. Wat een baas. LeChonk is wel een normal type, dat is dan weer jammer. Het is de Rattata van deze game eigenlijk. En hij is uiteraard altijd op zoek naar eten en berries. Hij is wel een beetje verdrietig, kijk maar. Hij heeft een soort van gouden traan onder zijn oog. Ik heb wel een beetje medelijden met LeChonk, maar ik wil hem sowieso hebben. Ik vind hem tof. En dan hebben we hier Smoleaf. Dat is een grass en normal type. En er komt olie uit zijn hoofd en die is heel bitter. En die olie die kan je ook niet eten. En als hij zich bedreigd voelt, dan schiet hij die olie eruit. En dan hebben we hier de namen van de legendary Pokémon. Het gaat om Corraiden en om Mirraiden. We weten nog niet wat voor types het zijn. Er zijn ook nog niet echt details over. Mirraiden, dat klinkt een beetje als een mirror of zo. Maar wat Corraiden dan betekent... Dat weet ik niet. Ze zijn wel echt vet hoor. Een soort van hagedisachtige draken of zo. Dat gevoel krijg ik erbij. Dan de karakters. Nemona is dus niet zomaar een trainer. Maar Nemona, dat wordt je vriend in de game. En professor Sada en professor Turo. Zo heten zij. Oh, zo vet jongens. Mag ik die duimpjes omhoog voor deze nieuwe trailer? Want hij was echt heel cool. Laat in de reacties weten welke versie jij gaat kopen. Wie je starter wordt. En welke legendary je tofst vindt. En dan gaan we op 18 november gewoon kaart gamen met z'n allen. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren en even dat belletje aan te zetten, want dan maak je mij heel blij mee. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!